In de videoserie Ablassedan voor Oekraïne horen we verhalen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. In deze aflevering het verhaal van Paulina, die met haar man en kinderen onderdak heeft gevonden bij een Ablassedams gezin. Toen de oorlog begon, hebben we vooral heel veel intensief contact gehad. En ja, ze hebben veel dagen in de schuilkelders doorgebracht, ook als gezin, nachten ook. En toen hebben we aangeboden van joh, als jullie een plek zoeken om te schuilen, dan zijn jullie welkom. We already 7 days were in shelter, it was difficult to us because we have many children and especially a baby. And but we thought that it will be not so long, this war. So many people, Ukrainians, say, oh, it will be finished, so please be in shelter for a few days. And when we hear many bombing, especially our army station, then we decided we must go, because our friends from Ablassedam, they always invite us to their hiding in their house. From the first day, they always calling us and messages, and they ask us, how are you, and what with you? So they always say, please come. So we see that there is not very good situation for psychologists of our children, so we decided to go. Wij hebben ons als gastgezin beschikbaar gesteld omdat we een jarenlange vriendschap hebben opgebouwd met dit gezin. Dat is begonnen in 1998 toen er een uitwisselingsprogramma kwam van Oekraïense kinderen vanuit Zhytomyr. En wij hadden kinderen daarvan in huis, bij mijn ouders thuis. En in de loop der jaren is daar een hele warme vriendschap door ontstaan. En 6 jaar geleden zijn ze bij ons op vakantie geweest. 3 jaar geleden zijn wij bij hun geweest. En ja, zo heel intensief contact onderhouden met elkaar. Als gastgezin moet je je wel realiseren dat je heel veel privacy inlevert als gezin. En daar moet je op berekend zijn, kan je dat aan. En je moet je huis erop, denk ik, op gereed maken dat het voor langere tijd voor iedereen leefbaar blijft. En wat denk ik ook goed is, ja, dat je hun deelt in hoe jullie huisregels zijn, zeg maar. Zodat je als gezin niet tegen irritaties gaat aanlopen, maar dat ieder weet ja, waar ze aan toe zijn. Zodat het voor jou prettig is en voor hen ook. Ja, bij ons is het gewoon heel leuk geregeld dat we gewoon samen het huis schoonmaken. Zij kookt de ene dag, ik ook de andere dag. Dus we eten ook heel Oekraïens, hartstikke lekker. En dat maakt het ook gewoon leuk en meer ontspannen. En het is heel mooi om te doen, heel dankbaar werk. Maar je moet je niet vergissen, denk ik, in de intensiviteit die het ook voor het gezin zelf meebrengt. Today we are registered of our family here in Ablassedam because I think when we are here already for a long time, maybe for a few days, but we are want to be a part of your beautiful country and of your people, so maybe we must have some job and children can study in school, so we must register it here. Op het moment dat ze bij ons zijn geweest om zich te registreren, krijgen zij een BSN-nummer. En met dat BSN-nummer kunnen zij gaan werken, een bankrekening openen. Kinderen die naar school moeten, krijgen ook een BSN-nummer. En zo weet eigenlijk de overheid ook van oké, wie is waar ingeschreven en wie werkt waar en welke kinderen zitten ook daar waar weer op school. Belangrijk om bepaalde vergoedingen ook weer te ontvangen en ook weer een soort bestaansopbouw te creëren. De informatievoorziening in Ablassedam is eigenlijk steeds beter aan het worden. Dat is heel prettig. Ja, je merkt gewoon dat we steeds meer in een proces komen. And we are very appreciate to them that they are hiding us in their house. It's very nice to be here and very peace and we rest, but we are missing for our country and we hope, we pray to God that soon it will be finished, this war, and we can come back to our home. Ik denk dat er vooral behoefte is aan praktische ondersteuning.
In de zin van kleding, maar ook als je inderdaad kinderen hebt, luiers, babyvoeding. Vraag aan mensen wat ze nodig hebben en probeer ze daarmee te helpen. Ook om een stukje te ontlasten, omdat het best wel heel intensief kan zijn, omdat je heel de dag eigenlijk aan het zorgen bent. Momenteel worden wij ondersteund door familie en vrienden die ons helpen. Dat is heel erg leuk om te zien hoe samenbindend dit ook werkt. Want de een belt en die heeft misschien een huisje voor ze op het oog. En de ander die komt met een mooi geldbedrag. En de ander heeft weer een boodschappenpakket. En vraag eens aan mensen die zelf vluchtelingen in huis hebben waar zij praktisch behoefte aan hebben. Of het financiële ondersteuning is of door middel van andere praktische zaken. Dat kan heel verschillend zijn. Ik denk dat mensen daar behoefte aan hebben om een netwerk om zich heen te hebben, waarin ze zich ondersteund weten.